Dobbel Sportland is deze uitzending twee keer in Sporthal de Brake. Zo gaan we kijken naar tennis voor gehandicapten en naar een onbekende sport, racquetballon. Bas van Erp uit Liemde. Allang rolstoeltennis? Ja, ik ben in 1990 al gestart. Ja, ik heb een aangeboren handicap. En, de oorzaak is waarschijnlijk zuurstofgebrek bij de geboorte. En dat heeft gevolg gehad dat ik een verkorting in mijn spieren heb. Waardoor ik niet goed kan sporten, zeg maar, zonder mijn rolstoel. Toch ben je op een zeker moment gaan sporten. En hoe kom je dan bij deze sport? Nou, via kennis eigenlijk. En ik ben toen een keer in Sint-Oederode gaan kijken. Het leek me gewoon een heel leuke sport om in een rolstoel te beoefenen. Nou ben je uiteindelijk een hele goeie geworden. Ja, dan train je wel vijf keer in de week. En dan was het ook zo, toen ik uiteindelijk bij de selectietrainingen terecht kwam, dan trainden wij ook in Renkum bij Arnhem. Dus er was ook iedere keer nog een heel rit vanuit Liemt naar... in eerste reden mijn ouders natuurlijk altijd voordat ik mijn rijbewijs had. En uiteindelijk ben ik zelf op en neer gaan rijden. En dat heeft heel veel tijd en energie gekost. En geld natuurlijk. Waar het helaas niet opgebracht heeft voor de prijs, om het zo maar te zeggen. In vergelijking met de kosten die ik eraan gemaakt heb natuurlijk. Maar ja, leuk. Maar als ik keek net op jouw rug en er staat met grote letters Nederland... Dat betekent dat je in het Nederlands team gezeten hebt of nog zit? Nee, gezeten heb. Ik ben eigenlijk sinds 2011 niet meer echt professioneel op wijze, zeg maar, met mijn sport bezig. Ik heb in 2011 nog een paar internationale toernooien gespeeld, maar dat waren eigenlijk de laatste. Nu doe ik echt hobbymatig. Nog één keer in de week hier in Bokstel met de club tennissen. Ja. Vertel eens over Olympische kampioenschappen en weet ik het wat er allemaal geweest is. Ja, het begint natuurlijk allemaal met toernooien. Uiteindelijk focus je op een bepaalde ranking natuurlijk die je moet halen om zoiets te kunnen behalen. En toen heb ik het voor elkaar gekregen om in 2004 mijn eigen te selecteren voor de Olympische Spelen of de Paralympics in Athene. Daar is eigenlijk een heel goed resultaat uitgekomen met twee keer brons, zowel in de single als het dubbelspel. En toen is eigenlijk door een ziekte is mijn leven een half jaar naar de rand helemaal op z'n kop gaan staan, zeg maar. En ik heb in die periode dat het weer beter ging, me eigenlijk wel weer kunnen focussen op het tennis. Om toch te proberen om nog voor 2008 in China te gaan. Was het uiteindelijk gelukt. Dus ik heb me eigenlijk net daarvoor me eigenlijk kunnen selecteren. En dat heb ik ook nog gehaald. Daar heb ik helaas geen medaille mee naar huis kunnen brengen, maar was wel weer een super ervaring. En kers op de taart, om het zo maar te zeggen. En nu verder één keer in de week of zo als hobby? Ja, en dan af en toe met mensen die ik kan kennen of met mijn vriendin, dat ik even een balletje ga slaan. Maar het is echt puur hobbymatig, ja. Ja. Doe je hier ook de jeugd nog wat coachen of zo? Want een van de jongeren zei net tegen mij, die Bast is mijn maatje. Ja, is mijn maatje hier. Hè. Ja, sowieso ook een Liemdenaar natuurlijk. Dus we kennen elkaar al lang. En hij is mijn grootste fan hier in de omtrek. Dus hij komt ook altijd bij het lokale toernooitje kijken. En ik vind het superleuk dat hij ook is gaan tennissen. En we hebben gewoon een hele mooie vriendenkring. Een heel tennissen gebeuren, zeg maar. Ook hier mensen die ik al vanaf het begin al ken. En ja, dat is gewoon leuk om daar weer een balletje mee te kunnen slaan. Oké, ik wens jou heel veel succes in de toekomst en nog heel veel balletjes te slaan. Ja, dank u wel. We gaan nu backhand spelen. Je raakt hem altijd voor je buik. Dus als die bal hier komt, dan sta je hier. Speel de bal voor je buik weg, naar voren omhoog. Nou, inderdaad, ik ben Paul Klein van de BBF en dat staat voor de Bossen Badminton Federatie. Ik ben daar ambassadeur. Daar ben ik ook heel lang bestuurslid geweest voor marketing en PR. En vanuit die hoedanigheid in aanraking gekomen met Eefje Henkelman. Omdat die dus graag eigenlijk samen wilde werken om een evenement te organiseren, Racquetlon. Ja, ook de badmintonsport staat natuurlijk best onder druk en we moeten vernieuwen.
En daar hou ik van. Dat vind ik leuk. Dat vind ik geweldig, geweldige uitdagingen. Dus ik vind het ook hartstikke mooi om samen met Eefje dit evenement in Boksel te mogen organiseren. Nou, Bosse Babbeltof Federatie, wij zijn een organisatie waar een kleine 30 verenigingen, babbeltofverenigingen zijn aangesloten. En het verzorgingsgebied gaat verder dan alleen Den Bosch en Boksel, hoort daar ook bij. Hè? Dus we hebben BC 80 uit Boksel, die is ook aangesloten bij de Bosse Babbeltof Federatie. Nou, dan is deze locatie hier, de Braken, waar alle vier de sporten beoefend kunnen worden, is dan natuurlijk gewoon een geweldige locatie. Nou, bent u van de badminton, maar hoe zit dat dan met vier sporten? Want dan moet je ook andere sporten gaan beoefenen. Is dat die vernieuwing die je bedoelt? Vernieuwen is inderdaad onder andere de kans geven om de andere sporten onder de aandacht te krijgen. Het is niet meer zo van wij doen alleen badminton en we proberen het bij de badminton te houden. Je moet vernieuwen, dus je moet ook zoeken naar kansen. En je moet die leden die steeds meer consumentachtig gedrag gaan vertonen, die moet je wat meer bieden, meer uitdaging bieden. Onderscheiden ten opzichte van andere sporten. En dan denk ik dat als wij de toevoeging hebben met de samenwerking met Racquetlon, dat de uitdaging inderdaad wel aangeeft richting de leden van de badmintonsport. Maar dan is het de bedoeling dat je nieuwe leden gaat zoeken, want ik kan me toch niet voorstellen dat de badmintonleden ineens vier sporten gaan doen. Nee, dat klopt. Maar er zijn wel racquetlonners die heel graag ook meer willen leren babbetonnen, beter willen leren babbetonnen. En wellicht dus op deze manier hun employ of hun zoektocht starten bij de BBF-verenigingen om lid te worden van een babbetonvereniging om er verder te bekwamen in die babbetonsport. Eén van de vier sporten van racquetlon. Jullie zijn nu bezig met een circuit van een tiental bijeenkomsten of tiental van dit soort evenementen. Daar is Boksel er één van? Daar is Boksel er één van. Hè. Dat is het Racquetlon-circuit. Daar kan Eefje meer over vertellen. En wij gaan in september gaan wij samen met, als BBF, samen met Racquetlon een toernooi organiseren hier in Boksel. Waar dus mensen van de Bosse Babbeltof Federatie aan mee kunnen doen. En dat is ook weer een stukje vernieuwing. Want als Babbeltof Federatie hebben wij ook een circuit met Babbeltof toernooien. Nou, wij denken dat dat wel leuk is dat er naast een circuit met Babbeltof toernooien dus ook een toernooi is waar je de vier disciplines kunt beoefenen. Ik heb het dus goed begrepen dat de bedoeling is dat straks de mensen ook hier in Boksel kunnen blijven, de bokselaren, om hier die sport te beoefenen. Ja, die kunnen straks hier gewoon in dit gebied blijven, in Boksel blijven, om hier de sport te blijven beoefenen, ja. En is dat leeftijd gebonden of hoe zit dat? Als ik naar babbeton ga kijken, babbeton is echt een lifetime sport. Jong, oud, mannen, vrouwen, minder valide, het maakt niet uit. Iedereen kan babbetonnen. He, dus we doen het vaak op de camping. En waarom doen we het dan niet in een hal en dan lekker fanatiek babbetonnen? Dus het is een lifetime sport. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. Hebt u zelf ook aan sport gedaan? Ik ben nog steeds een babbetonner. Ik ben een recreant puur zang. Ik ben niet iemand die toernooi afgaat. Ik vind het wel heel erg leuk om de babbetonsport uit te dragen. Die PR te doen, stukje marketing, het promoten van de sport. En net zo hier zo netwerken, contacten opdoen om die babbetonsport, racquetlon daarbij, hè, want ik vind dat ook toch wel een onderdeeltje, ik vind dat steeds leuker worden om het daarin bij te betrekken en het aandacht voor te vragen. Daarvoor ben ik ook hartstikke leuk dat jullie er zijn. Oké, heel veel succes hiermee. Graag gedaan, dankjewel. Jurgen van Kollenburg, 10 jaar oud, uit Liemde en jij doet mee aan rolstoeltennis. Waarom doe jij mee aan rolstoeltennis? Wat vind je daar leuk aan? Dat ik gewoon lekker kan tennissen, niks aan het doen, alleen ballen slaan en soms draaien. Voor de rest bijna niks. Gewoon lekker slaan, potje slaan en rijden en dat was het eigenlijk zo heel de les door. En daar word je lekker fit van, denk ik. Ja, daar word ik lekker fit van.
van, ja. Op welke school zit jij? Op de Mitielschool Gabriel. Doe je daar ook nog aan sport? Ja, alleen zwemmen. Lekker duiken in het water. Mijn trainster, die duwt mij dan helemaal tot de bodem. En zo heel de zwemmen op mijn rug. En ik zwem met hesje aan, zonder hesje. En zo heel de les maar door. Weet jij al wat je later wil worden? Nee, dat weet ik nog niet. Maar je bent, dat hebben we net gezien, wel heel goed in rolstoeltennis. Kan je daar nog beter in worden? Ja, probeer ik elke, ja. En wat moet je daarvoor doen? Goed trainen elke week. En zoals Basje ook. En zo heel de les maar door. Gewoon lekker rammen en dan is eigenlijk rijden en dan is eigenlijk... Je hebt hier ook heel veel vriendjes, geloof ik, hè? Ja, Thomas en... Thomas is echt bijna mijn vriend niet, maar net als Bas. Dat is mijn vriend wel. En die woont ook in Lintjes. Daar kunnen we goed mee omgaan, zeg maar. Is het eigenlijk moeilijk om rolstoeltennis te doen en op die bal goed te slaan? Ja, soms raak ik wel een bal mis. Maar bijna nooit. Nee? Hoe komt dat? Ik kijk goed waar een bal is. En daar rijd ik dan naartoe en ram tegen die bal aan. En dan gaat hij over het net. Oh, je gaat echt rammen soms. Ja. En jouw vader en moeder komen die altijd kijken? Want die zie ik hier. Nou, die komen toch altijd mee. Maar die zitten wel niet hier op tennisbaan, maar dat mag bijna nooit. Alleen nu, omdat ik even op praat met jou. Racquetlon is de meerkamp van de vier populairste racketsporten. Dus dat is de meerkamp van tafeltennis, badminton, squash en tennis. Bij racquetlon gaat het erom van hoe allround ben je in alle vier de racketsporten. Dus niet hoe goed ben je in een individuele sport. Maar voor racquetlon moet je juist allround zijn in alle vier. Speel je dan een stukje wedstrijd of een hele wedstrijd? Ja, als je een wedstrijd speelt, dan speel je... Je begint altijd bij tafeltennis... En daarna ga je naar badminton, squash en dan tennis. Altijd in die volgorde tegen dezelfde tegenstander tot 21 punten. En nou win ik één wedstrijd. Ben ik dan kampioen of is er puntentelling? Hoe gaat dat? Nou, als je je eerste racquetlonwedstrijd hebt gewonnen, dus jij bent, je hebt de meeste punten gehaald, dan ben je door naar de volgende ronde en dan ga je weer opnieuw die vierkamp spelen. Waarom eigenlijk vier sporten en niet die individuele sporten? Nou ja, ik speel zelf ook racquetlon. En ik vind het juist zo leuk dat je in een korte tijd vier sporten tegelijkertijd kan spelen. Want ik heb zelf altijd getennist.
En op een gegeven moment dan wil je een stukje nieuwe uitdaging. En wat andere sporten proberen. En ja, dan dit is voor mij een perfecte combinatie van dingen die ik leuk vind, van racketsporten. Het gaat wel allemaal met de racket, maar er zijn natuurlijk hele verschillende technieken. Dus je moet op vier sporten de techniek ook leren. Ja, dat is natuurlijk de uitdaging om alle vier de sporten goed onder de knie te krijgen. En ja, je pakt altijd zelf vanuit iedere sport pak je wel iets mee. Bijvoorbeeld met squash weet ik bijvoorbeeld van nou, die moet ik in mijn backhand tennisgreep houden. En zo probeer je met wat foefjes je alle technieken aan te leren. Nou, even naar jouzelf toe. Jij bent de kei in deze sport. Ik ben goed en gepassioneerd racketlonster. En ja, ik vind gewoon alles met een racket en een bal, dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. En nou ja, ik mag namens het Nederlands team af en toe naar het buitenland. Ik sta in de top 5 van Nederland. En ja, ook in de top 30 van de wereld. Ja. Hoewel de sport natuurlijk in Nederland niet zo bekend is. Maar het is echt een internationale sport over de hele wereld, toch? Ja, klopt. Racketlon wordt in... het is een kleine sport in Nederland. Maar het wordt wel internationaal in 42 landen gespeeld. Vooral in Europa. En dus mondiaal gaat het hartstikke goed. De grote racketlonlanden zijn Duitsland, Denemarken. Eigenlijk heel Scandinavië is goed in racketlon. Maar ja, Duitsland, Engeland, dat zijn de grote Oostenrijk. Zijn grote racketlonlanden. Ja. Want daar komt het vandaan, geloof ik, vanuit Scandinavië. Ja, klopt. Het is ooit oorspronkelijk in de jaren 80 ontstaan in Scandinavië. Waarin ze de beste tafeltennisser, de beste badmintonner, de beste squasher en de beste tennisser tegen elkaar sporten hebben laten doen. Ja. Nu kunnen onze bokselaren ook voortaan in de braken terecht, heb ik straks begrepen. Hoe gaat dat? Wat moet je dan doen? Welke conditie moet je hebben? Nou ja, je kunt je gewoon melden bij Sporthal de Braak en aangeven van nou, ik zou het leuk vinden om een keer te racketlonnen. En dan kijken ze in de planning hoe dat past. En dan, ja, dan kun je hier 2 uurtjes komen racketlonnen. En ja, je moet natuurlijk wel, de meeste mensen hebben wel een soort van basisconditie van hun individuele sport. Al de meeste komen ook al wel uit 1 racketsport. Ja, mijn toekomstplannen hier in de regio voel ik me toch een beetje ambassadrice van de sport. Dus ik wil graag eigenlijk hier in Bokstel heel graag een soort racketlon clubje creëren. Dat we met elkaar kunnen gaan trainen en elkaar kunnen helpen. En elkaar nieuwe vaardigheden uit alle 4 disciplines met elkaar samen beter worden. Dus ja, ik zou het leuk vinden om bijvoorbeeld op zondagochtend hier bij de Braken een soort van racketlon groepje te krijgen. En ja, mijn eigen plannen als speelster is toch ook wel een keer nog een keer een Nederlands kampioen in de singles worden. En nog een keer op het podium bij een groot internationaal toernooi. Dat lijkt me wel mooi. Daar wensen wij jou heel, heel veel succes bij. Ja, dank u wel. Riet van Rai van tennisvereniging Tadia, rolstoeltennis. Hoe is jullie tennisvereniging zo daartoe gekomen? Nou, de vereniging is ertoe gekomen door 2 mensen die er opgezet hebben. Dat is de huidige voorzitter die we hier nog hebben, dat is Erik Lamers. Ze hadden dat gehoord van Piet Hermans uit Oosterwoud. En zo is het eigenlijk geboren. Eigenlijk. We hebben 25 leden. 'S winters zitten we in Boksel, omdat we dan een binnenbaan nodig hebben. Want de meesten die kunnen niet buiten, omdat het weer slecht is. U bent zelf ook gehandicapt? Ik mis mijn rechteronderbeen door een motorongeluk, zo'n 17 jaar geleden. En toen kwam ik ook in aanraking met het rolstoeltennis in Sint-Michielsgestel, dat daar bij Tadia dat gegeven werd. Toen ben ik eens wezen kijken met een andere speler van, ik kom uit Schijndel, van de Hobbel. En van lieverlee heb ik mijn eerste toernooitje gespeeld in Goorlen. Doen jullie ook wedstrijden en zo dan? Ja, wij spelen toernooien. Dat zijn 3-daagse toernooien. En er zijn er 11 of 12 in Nederland. En daar kun je zelf kiezen die een beetje in de buurt liggen. Daar ga ik dan meestal naartoe. Tot een uur rijden, zo'n beetje. Welke handicaps kunnen meedoen met deze sport? Nou, alle handicaps
ook een gedeeltelijk geestelijk handicap. Die hebben we hier bij de jeugd, hebben die dus wel mee zitten. Dus die komen van de Methielschool in het bos. Maar die vinden het rolstoel tennis zo fijn. Maar ja, die hebben dus wat extra aandacht nodig. Dat ze dus één op één ooit aangespeeld moeten worden. Maar ja, dat is voor ons geen probleem. Wij hebben gezegd, als er niet te veel worden, dan kunnen we dat wel handelen. Maar als ik gewoon kan lopen en ik heb het aan mijn knie, dat ik moeilijk kan sporten, kan ik dan met jullie hier ook meedoen? Ja, je moet dus wel gekeurd worden. Je moet dus in de rolstoel moeten tennissen, moeten sporten. En dan kom je in aanmerking dus ook voor het rolstoeltennis. Maar anders ook niet. Kijk, want ik kan ook mijn prothese aandoen. En dan loop ik ook zo weg. En als ik een lange broek aan heb, dan zie niemand het. Wij organiseren per jaar 3 toernooien, intern. En daarnaast hebben we dus voor de jeugd hebben we nu nog iets opgezet. Dat we in juni gaan verwezenlijken. Die blijft dan ook een nacht slapen. We hopen dat het allemaal lukt. En als het niet kan, dan proberen we de ouders ook erbij te betrekken. Dat ze ook kunnen blijven. En dat we dus allerlei spellen en elementen erin kunnen stoppen. Maar daar hebben we hulp voor nodig. En we hadden Michael Scheffers, die ook lid is van onze vereniging, die hadden we gevraagd. Maar die zit met een toernooi in, weet ik ergens. Dus nu gaan we proberen. Esther Vergeer, dat is de grote dame van het rolstoeltennis. Die gaan we proberen om hier te krijgen, omdat hij vorig jaar gestopt is met het tennis. Dus als we die erbij krijgen, en die kan ook heel goed met kinderen omgaan. Die komt uit Woerden en ja, dat is een toppe meid. Tof, die hebben we nodig. Maar u bent ook penningmeester van deze vereniging. Is dat financieel allemaal te behappen voor zo'n kleine vereniging? Nee. Wij hebben daar natuurlijk ook spons bij nodig. En we proberen dus links en rechts, mede door de media en ja, ook omdat we dus ook sponsors nodig hadden voor de ranglijsttoernooien, die proberen we nu warm te maken dat ze ons ook ondersteunen voor dit weekend. Via websites en zo kunnen de mensen informatie krijgen als ze mee willen doen. Ja, ze kunnen dreigen altijd via de website bij ons, via Tadia, kunnen ze dus dreigen aanmelden of iets te weten komen, vragen stellen. Wij zijn ervoor. Nou heeft rolstoeltennis wat andere regels dan het normale tennis. Kun je daar een paar dingen verschillen van noemen? Nou, er zijn er maar twee. Eigenlijk is er maar één regel, dat de bal altijd twee keer mag stuiten. Dus bij het serveren, in de wedstrijd. Hij mag altijd twee keer stuiten, maar je mag hem ook in één keer pakken of helemaal niet laten stuiten. Dus, maar voor de rest ja, is het gelijk aan valide tennis. Dus maar je mag toch ook niet met je voeten aan de grond komen? Nee, je mag niet, maar daarom zitten we ook in de stoel. En je mag ook niet dus vanaf jouw zitting mag je omhoog komen. Kun je nog leden gebruiken? Wij kunnen nog een paar leden gebruiken, maar we hebben gezegd van nou, rond de 25 willen we aanhouden als maximum, omdat we dus toch met één trainer te maken hebben. En die moet dus alles in goede banen leiden. En dat doen we al jaren. Ik denk al, ja, ik zit er zelf 17 jaar bij. De laatste 10 jaar hebben wij constant zo'n 25, 26 leden. Ik wens jullie heel veel succes met deze mooie sport. Dankjewel. Dat gaan we zeker doen. Don, deelnemer vandaag bij de Braken aan Racquetball. Ja, klopt. Waarom? Waarom? Ja, sport, hè. Ik vind sporten gewoon leuk. En ja, ik heb heel mijn leven altijd al gesport. Allerhande verschillende sporten. Voetballen, handbal, schieten, biljarten, tennissen. Tennis is eigenlijk wel wat ik het liefste doe. Misschien biljarten ook wel. En nou, nu zag ik dit in de krant. En een tennismaatje van mij, die geeft zelf ook regelmatig les in badminton en zo. En die kent de organisator even. Nou, en zodoende heb ik gewoon gezegd, nou, we gaan het gewoon proberen. Ja. Dus dit is de eerste keer dat je dit doet, die vier sporten? Zoals racquetballon, dus die vier sporten op één dag, is voor mij de eerste keer, ja. Maar je zei, ik heb getennist. Die andere drie sporten, heb je die nooit gedaan dan? Lang geleden. Lang geleden, 20, 30 jaar geleden, heb ik regelmatig gesquashed, regelmatig gebadminton. Maar ja, dat is zo lang geleden. Dan ben je helemaal verleerd, inderdaad. Dus dit is echt weer een kennismaking voor mij. Maar je bent dus een allround sportman, begrijp ik. Bij welke vereniging in Boksel ben je allemaal dan geweest? Nou, ik zit nu bij de Braken, hier bij de tennisclub.
Ik heb heel lang, dat is natuurlijk, alhoewel daar misschien een klein teerpuntje is, Liemde ben ik heel lang bij geweest bij de tennisclub. Ik zit hier al bijna 30 jaar bij de biljartclub het Ivoor. Waar we onlangs een nieuwe accommodatie hebben mogen bouwen op Sportpark Munsel. Waar we heel blij mee zijn dus. Ik heb heel lang bij de handboogvereniging Soranis gezeten. En die andere sporten die heb ik heel veel een beetje in vrij verband gedaan. Gewoon met vrienden en et cetera. Een baantje huren. Op die manier. En wat is nou je favoriete sport dan? Ja, het houdt erom. Biljarten of tennissen. Kijk, het is allebei anders. Tennis is natuurlijk veel meer intensief, fysiek. En biljarten, daar zitten wij meer psychologische onderdelen bij en mentale onderdelen bij. En het vult elkaar gewoon heel leuk aan, inderdaad. En een biljartsporter, zeggen ze vaak van, ja, is toch geen sport. Maar als je dat een beetje hoger niveau wil doen, dan is het ook gewoon heel erg intensief. En kost gewoon, ik zweet daar ook gewoon van. Maar heb je op een hoger niveau gezeten bij een of andere sport? Wat is hoog niveau? Nee, want je hebt altijd weer betere. He, dus ik kan overal vrij aardig meedoen met de meeste sporten. Dat je altijd wel niet in de lagere klasse zit. Maar ja, op een hoge, wat is hoog? Je moet in de eredivisie zitten in een sport om het hoog te noemen. Nou, zover ben ik in geen één sport gekomen. Dus, maar over het algemeen kan ik vrij aardig mee met de meeste sporten, inderdaad. Misschien een gemene vraag, maar je bent de jongste niet meer die hier bezig was. Mag ik vragen hoe oud je bent? Hoe jong dan, hè? Hoe jong dat je bent? Ja, ik ben 55. Dus valt wel mee. En dan ben je elke week aan het sporten? Ja, dat is helemaal iets wat ik graag doe. Dus een leuk tijdverblijf. Nou heb je vandaag dit voor een gedeelte al meegemaakt hier. Is dit nou wat je in de toekomst verder meegaat? Dat is nog moeilijk te zeggen. Dat is nog heel erg moeilijk te zeggen. Ik heb ook nog, ik heb eigenlijk nog helemaal niet kunnen praten met Eefje, de organisator. Van wat voor soort competitievormen dat je hierin hebt, überhaupt, ja of nee. Dus dat weet ik gewoon niet. Het is gewoon dat ik sport leuk vind. En een keer wat andere sporten die ik in het verleden altijd gedaan heb. Hey, leuke gelegenheid om dat weer een keer te doen zo. En wat er daarna komt, de tijd zal nog leren. Heel knap hoor, wat jij doet. Het is gewoon iets wat je graag doet. Dat gaat vanzelf. Okay. Heel veel succes daarmee. Dankjewel, we hebben er in ieder geval plezier in en dat is het belangrijkste.